Jezus is de goede Heer, Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Heer, Brengt mij veilig naar de stad. Beste kinderen, beste ouders: Normaal komen wij elke zaterdag samen voor een catechismusles. Katechismusles krijgen betekent kennis vergaren over God, over de katholieke leer, over de kerk, de tien geboden, de sacramenten. In de katechismusles krijgen wij ook een antwoord op belangrijke vragen. Van waar komen wij? Waarom zijn wij op aarde? En waar gaan wij heen? Uit de katechismusles krijgen we dus verschillende wijsheden. De catechismusles dient ook daartoe om God te beminnen, God graag te zien. Natuurlijk, om iemand graag te zien, moet men hem eerst leren kennen. Men kan niet iets graag hebben wat men niet kent. Daar de situatie, beste kinderen, in de wereld het ons niet mogelijk maakt in het echte leven catechismusles te geven waar wij elkaar zien. Elkaar rechtstreeks horen en gebruiken wij nu in de komende tijd deze video's om u toch catechismesles te geven. Het zijn video's van ongeveer steeds een half uurtje, zodat u toch nog voedsel krijgt en voor uw ziel. Wij zullen beginnen met een kort gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste kinderen, beste ouders, en we willen spreken over de Heilige Schrift. De Heilige Schrift is één van die twee openbaringsbronnen waar wij ons katholiek geloof uit putten. Naast de Heilige Schrift is er nog de overlevering, de zogenaamde traditie. Dat betekent de leer van de eerste kerkvaders, de eerste bisschoppen. De Heilige Schrift zegt namelijk zelf. Dat zij niet alles bevat wat te geloven is. De heilige Johannes zegt bijvoorbeeld dat er niet genoeg boeken in de wereld zouden zijn om alles op te schrijven wat Jezus gezegd, gedaan en geleerd had. Wij willen dus de heilige schrift van naderbij bekijken, omdat zij de bron is van ons geloof. Tijdens deze catechismuslessen maken wij gebruik van de Katholieke Schoolbijbel. Deze Katholieke Schoolbijbel van Ecker heeft een lofbrief gekregen van de heiligheid Paus Pius X, onze patroon. Deze Katholieke Schoolbijbel helpt ons om de lessen die in de Heilige Schrift staan, ook in haar diepere betekenis en haar verbinding met onze Verlosser, Jezus Christus, en beter te beschouwen en beter te vatten. Geven wij eerst een korte inleiding op de Heilige Schrift. Wat is de Heilige Schrift? Is de Heilige Schrift een boek die ons verhalen vertelt over het verleden? In een zekere opzicht ja, maar zeker niet dat alleen. De Heilige Schrift is een boek dat ons geloof voedt, ons geloof sterkt. Het bevat waarheden. Die toen in het verleden waar waren, maar nog steeds van waarheid stralen. De zedenlessen die de Heilige Schrift bevat zijn nog steeds geldig voor vandaag. De Heilige Schrift is eigenlijk niet één boek. Het bestaat uit meerdere boeken, 72 om precies te zijn. In het Oude Testament. Het eerste deel van de Heilige Schrift zijn er 45 boeken terug te vinden. In het Nieuwe Testament 27 boeken. Kennen jullie sommige boeken uit het Nieuwe Testament? Zeer zeker. Jullie hebben zeker reeds gehoord over de evangelisten. De evangelist Mattheüs, de evangelist Marcus. De evangelist Lucas en de evangelist Johannes. Andere bekende stukken van de Heilige Schrift zijn bijvoorbeeld de brieven geschreven door de Heilige Paulus. Als wij zeggen het evangelie geschreven van Marcus of de brieven geschreven door de Heilige Paulus, moeten wij eigenlijk daarover dieper op ingaan. De Heilige Schrift heet namelijk de Heilige Schrift omdat zij geen mensen als autor als schrijver bezit, maar God. God is degene die als hoofdschrijver bezig was. Natuurlijk moeten wij dat niet zo zien als dat God zelf de veer of de pen en de inktpot genomen heeft en zich neergezet heeft aan tafel om te schrijven. Nee, God maakte gebruik van menselijke personen. Hij maakte van hen gebruik net alsof wij ook werktuigen gebruiken. Als jullie, beste kinderen, een brief schrijven naar jullie ouders, dan gebruiken jullie een pen. Jullie kunnen zeggen: De brief is door mij geschreven. Of ook: de pen heeft de letters op de brief aangebracht. Beide zinnen zijn waar. Nochtans zal niemand logenen dat jullie, beste kinderen, de hoofdschrijvers van deze brief zijn. Zo is het ook met de Heilige Schrift. God is de eerste en de belangrijkste schrijver van dit boek. En de evangelisten, bijvoorbeeld, zij zijn. Werktuigen Wij merken natuurlijk ook, als wij verschillende pennen of stiften gebruiken voor onze brief te schrijven, dat dat een invloed heeft hoe de tekst op het papier wordt, werd aangebracht. Gebruiken wij een ronde pen, dan zal onze brief volstaan met mooie ronde letters. Gebruiken wij een stomp potlood, dan zullen onze letters heel dik zijn en misschien zelfs niet te lezen. Gebruiken wij een versleten pen, dan zal onze brief vol met vlekken staan, vol met inktvlekken. Zo ook, beste kinderen, zien wij in de Heilige Schrift nog steeds trekken terug. Van de werktuigen die God gebruikt heeft. toen hij de Heilige Schrift tot stand bracht. God gaf aan deze evangelisten of andere personen. wel zijn ideeën, maar hij liet hen toch toe. op hun eigen manier te schrijven. Zo bijvoorbeeld de Heilige Marcus, de tweede persoon. op het prentje. De Heilige Marcus was een leerling van de Heilige Apostel Petrus. Wij kennen Petrus als iemand die heel spontaan en ook heel snel te werk ging. Dus heel kort werkte. Dat vinden wij terug in de heilige schrift, in het Evangelie volgens Marcus. God gaf aan Marcus de ideeën, maar hij schreef op zoals hij ze van Petrus had gehoord: kort. En daarom is het Evangelie volgens Marcus ook het kortste Evangelie. Dat er in de Heilige Schrift te vinden is. Keren wij terug naar de Heilige Schrift. De Heilige Schrift, zoals gezegd, noemen wij heilig omdat ze door God is geschreven, de allerheiligste. Zij is echter ook heilig omdat zij ons heilig maakt. Hoe meer wij uit de Heilige Schrift lezen, hoe meer wij ons leven naar de Heilige Schrift richten. Hoe heiliger dat betekent, hoe deugdzamer wij zullen zijn. Een ander punt dat wij kunnen bekijken, doordat God de schrijver van de Heilige Schrift is, is dat alles wat in de Heilige Schrift staat waar moet zijn. Indien God de autor is van de Heilige Schrift, God die niet kan liegen of bedriegen, zo kan alles wat er in de Heilige Schrift staat waarheid zijn. Niets in de Heilige Schrift bevat een fout of kan ons bedriegen. Maar letten wij wel op: de Heilige Schrift is een boek geschreven door God om ons te onderrichten in de waarheden van het geloof. Niet in de waarheden van de wiskunde, de aardrijkskunde of de chemie. Indien in de Heilige Schrift soms zaken staan die schijnbaar met de wetenschap in tegenstelling zijn, moeten wij dit beachten: dat God ons godsdienstige waarheden wilde leren en geen wetenschapprofessor tegenover ons zijn. Een andere vraag die wij nog kunnen stellen betreffende de Heilige Schrift is. In welke taal is de Heilige Schrift geschreven? Wij allen bezitten hopelijk thuis wel een Heilige Schrift. Indien wij deze openslaan, is de kans groot dat deze Heilige Schrift in het Nederlands is geschreven. Doch, het Nederlands is niet de oorspronkelijke taal van de Heilige Schrift. De oorspronkelijke talen van de Heilige Schrift zijn Aramees. Hebreeuws, Latijn of Grieks, zoals jullie hier op de print kunnen zien. We willen nu beginnen met de bespreking van het Oude Testament. Het Oude Testament bevat meerdere tijdsvakken. We willen beginnen met het eerste, en namelijk met volgende punten. We willen eerst spreken over de schepping. God die alles maakt. Vervolgens zien wij in het tweede punt hoe God, nadat hij de mens had gemaakt, deze in een mooie tuin plaatste. Doch hij wilde van hen een beproeving, een test, om te merken of zij hem werkelijk trouw bleven en beminden of niet. Jammerlijk genoeg slaagden onze voorouders er niet in God trouw te blijven. Zij zonderden en het kwam tot de zondenval. De zondenval die gevolgd werd door een straf, namelijk de verdrijving uit het paradijs, maar ook met de belofte van een verlosser. In een derde punt zullen wij spreken van Adam, onze eerste voorouder, tot Noah. Het belang van dit punt, dit derde punt, is te zien dat de mensheidsgeschiedenis steeds goede als kwade mensen gekend heeft. Maar kwade mensen betekent zondige mensen zijn niet zonder straffeloos. Zijn niet zomaar straffeloos. Zij worden door God gerecht gestraft. En zo zien wij de zondvloed. God die de wereld, althans, de zichtbare wereld vernietigt om uiteindelijk een nieuwe mensheid door de overlevenden, Noah met zijn nakomelingen, een nieuwe mensheid te stichten. In een vijfde punt zullen wij spreken over de tijd van Noah tot Abraham, waar we zien dat de mensheid ondanks goede wil weer in zonde hervalt, afvallig wordt van God, waardoor God verplicht is. Weer een nieuwe start te, te maken. door de keuze van Abraham. God kiest Abraham om de stamvader te zijn, de ouder te zijn. van een nieuw volk. Het Joodse volk. Het volk van Israël, waaruit onze lieve Heer Jezus Christus zal geboren worden. Al dus, beste kinderen, beginnen wij bij het begin. En wat is dan het begin? Het begin is zeker niet de schepping. Het begin is voor alle tijd. Dat is voor de tijd dat er iets was. Wat was er dan voor de tijd? Voordat de wereld bestond, de planten en de dieren, alles wat wij kunnen zien. Er was enkel God. De allerheiligste drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige drievuldigheid was perfect gelukkig. Vader, Zoon en de Heilige Geest kenden elkander geheel en volmaakt. Zij beminden elkander ook volmaakt en hadden niemand nodig om gelukkig te zijn. Doch beste kinderen, jullie weten, indien jullie blij zijn, vreugdevol, dan willen jullie deze vreugde, deze blijdschap en de oorzaak daarvan kenbaar maken aan jullie vrienden, vriendinnen of aan jullie ouders. Jullie gaan tot hen en zeggen: Kijk wat er mij gebeurd is. Zo is het ook in de Allerheiligste Drievuldigheid. De Allerheiligste Drievuldigheid. De drie personen, de ene God, was perfect gelukkig, maar wilde zijn geluk meedelen aan iemand. Buiten God was er echter niemand en daarom besloot God over te gaan tot de schepping. God zou vele zaken scheppen, maar als hoogtepunt de engelen en de mensen. Engelen en mensen. Die begaafd zijn met een verstand en met een wil. Met een verstand zouden zij kunnen zien hoe gelukkig en hoe perfect en volmaakt God wel is. Zij zouden ook kunnen zien dat God goed en almachtig en alwijs is. Met een wil zouden zij bij gevolg hun liefde aan God kunnen betuigen. En God zou ervoor zorgen. Dat de mens door de heiligmakende genade deelachtig werd aan zijn eigen goddelijke natuur en deelachtig aan het eeuwig geluk. Daardoor zouden de mensen het geluk God zien en het zelf kunnen smaken en er aan deel hebben. Zo zien wij dat het doel van de schepping, het doel waarom God alles gemaakt heeft, vervuld wordt in de hemel, waar de engelen en de mensen. God aanschouwen en prijzen en vervuld zijn van zijn glorie. Voor deze momenten, voordat God schiep, was er zoals gezegd geen mens, geen dier, geen plant, geen aarde. Het eerste wat de heilige schrift ons verhaalt is dat God alles heeft gemaakt. God heeft alles gemaakt. Uit het niets, uit het niets. Als wij iets maken, bijvoorbeeld een lekkere taart, na de vastentijd natuurlijk, dan hebben wij verschillende ingrediënten nodig. Jullie weten welke: meel, suiker, boter, melk, zout en zo verder. We hebben ook een oven nodig, een mixer, werktuigen. Wel nu, de Heilige Schrift verzekert ons in de eerste zin dat God alles geschapen heeft uit niets. God heeft niets nodig om iets tot stand te brengen. Hij brengt alles voort met een eenvoudige wil. God wil het, God spreekt het uit en het gebeurt. Geheel anders dus dan wij iets maken. Daarom zeggen wij: God kan iets scheppen. En wij kunnen het niet. Kijken wij nu naar deze mooie print over de schepping. Terwijl ik de Heilige Schrift voorlees, kunnen jullie naar deze print kijken en trachten thuis te zoeken welke afbeelding op deze print past bij de tekst die ik voorlees. In het begin schiep God hemel en aarde, doch de aarde was leeg en woest. Duisternis lag over de afgrond. Gods geest zweefde over de wateren. Beste kinderen, we merken dat wat hier wordt voorgelezen, er geen aangename plek was om te verblijven. Het was leeg en woest. Er was geen orde en duisternis. Kilte. Waar op de prent is dit te vinden? Niet, het is nog naast de prent, in de duisternis, in het donkere gedeelte. En God sprak het woord licht, en het werd licht. God scheidde het licht van de duisternis, en noemde het licht dag, en de duisternis nacht. En het werd avond en morgen, de eerste dag. En God sprak, er moet een uitspansel bestaan tussen de wateren. En hij scheidde het water van elkander. En het geschiedde zo. Hij noemde het uitspansel hemel. En het werd avond en morgen, de tweede dag. Beste kinderen, en jullie weten dat God ook op dit moment de engelen in de hemel heeft geschapen. Hij heeft niet enkel de hemel leeg geschapen, maar heeft ze direct ook gevuld met engelen. Goede engelen. En we weten, het staat in de Heilige Schrift, dat de engelen door God beproefd zijn, of zij Gods plan wilden volgen, waarschijnlijk betreffende de menswording van Jezus, het komen van Jezus op de aarde, het aanbidden van Jezus als mens, zijnde natuurlijk God, dat vele engelen niet met Gods plan akkoord gingen en daarom door God verstoten werden in de hel. En God sprak, het water onder de hemel worden op één plaats verzameld, opdat er droog komen tevoorschijn. En zo gebeurde het. God noemde het droge aarde en het verzamelde water noemde God zee. En zo beste kinderen, zo hebben wij gezien dat God licht en duisternis uit elkander haalt. En water van boven en beneden, dus water dat uit de wolken regent, en water van op de zee. En zo zien wij ook dat God water op aarde naar één plaats brengt, om dan aarde zand zichtbaar te maken. En God maakt dus orde, beste kinderen. En hierin kunnen wij hem ook navolgen in onze kamer: orde scheppen. Vervolgens sprak God: De aarde brengen gras en kruiden voort, bomen die vruchten voortbrengen, allen volgens hun soort. En zo geschiedde het. Het werd avond en morgen, de derde dag. En jullie zien dat op de derde boog. De derde boog waar al deze bomen en mooie planten staan. En God heeft in zijn goedheid, in zijn wijsheid, een verscheidenheid aan bloemen en planten gemaakt. En zoek maar eens in de tuin op, hoeveel verschillende er van planten en bomen wel staan, als bloemen. God is heel... Vindingrijk geweest. God sprak dat er lichten worden aan het uitspansen van de hemel. En zo geschiedde het. En God maakte twee grote lichten: het grote licht om over de dag te schijnen, en een kleiner licht in de nacht, en ook de sterren. En het werd avond en morgen, de vierde dag. We zien dat op die prent waar God dan de zon en de maan en de sterren daar schept. En God sprak, het water wemelen van levende wezens, en er zijn vogels boven de aarde en vissen in de zee. En God sprak, groeit en vermenigvuldigt u, en het werd avond en morgen de vijfde dag. En beste kinderen, staan wij niet versteld hoeveel soorten dieren God wel gemaakt heeft? Hoeveel soorten dieren op het land en in de zee en in de lucht. En hoe mooi zij wel niet zijn. Hoeveel kleuren. We zien dus God de schepping versieren. Kijken we nu naar de laatste boog, de laatste cirkel die op de bodem van, van de prent staat. De aarde brengen levende wezens voort, elk naar zijn soort. Vee, kruipende dieren en wilde beesten. Panters, leeuwen, olifanten, koeien, schapen, paarden. En zo gebeurde het. En God versierde de wereld. En eigenlijk kunnen we nu denken. En God heeft alles gemaakt. Alles is versierd wat hij gedaan heeft. Maar nu komt de kers op de taart. Het grootste stuk wat God ooit in de zichtbare wereld heeft gemaakt. God sprak... Laat ons de mens maken. Ons. En de kerkvaders zien daarin een beeld van de ene God in drie personen. En God zegt niet laat mij, maar laat ons. En de drie personen de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En God schiep de mens met een geest. En dat maakt hem verschillend van de dieren. Dat de mens een geest, een ziel bezit, een verstand en een wil. Net zoals God en de engelen. Het gemaakt zijn naar Gods beeld betekent ook de volgende zin. God schiep de mens en sprak: Vermenigvuldigt u, wordt meer. Vervult de aarde en maakt de aarde aan u onderworpen. Dat betekent dat God de mens aanstelt tot koning van de schepping koning over de planten en de dieren. En zo lijkt de mens ook op God. En God, die de koning van alles is wat er bestaat. En de mens heeft deel aan Gods koningschap over de zichtbare wereld. En God zag dat alles wat hij gemaakt had zeer goed was. En het werd avond en het werd morgen, de zevende dag. Zo werden hemel en aarde gemaakt en alles wat erin is. En de zevende dag rustte God van al het werk dat Hij had gemaakt. Hij zegende die dag en Hij heiligde die dag. En beste kinderen, en voor ons is dat de zondag, de rustdag. En zes dagen moeten, kunnen wij werken voor school, we gaan onze papa en mama werken voor centjes. Maar op de zevende dag, de zondag, en gaan wij naar de kerk. Om God te eren en rust te hebben van de werkdagen en de dag, in de namiddag. Na de heilige mis, en samen door te brengen met onze familie. En net zoals God ruste en deze tijd doorbracht in de eeuwigheid met de heilige drievuldigheid. Al dus, beste kinderen, wat hebben wij vandaag geleerd? We hebben verschillende zaken geleerd. Misschien dingen waarvan wij denken, wij wisten dat allemaal zeer goed, maar soms moeten wij bepaalde dingen terug voor ogen brengen, omdat wij er zouden gaan uit leven. We hebben bijvoorbeeld gezien dat alles wat er bestaat van God komt. En daarom moeten wij een grote verwondering hebben voor de wijsheid Gods, dat hij al deze zaken zo schitterend heeft gemaakt. Dat hij al deze zaken heeft kunnen maken, en dat wijst op zijn almacht. Het trachten wij maar eens hetzelfde te doen. We zijn er niet toe in staat. Zijn wij dus verwonderd over de kracht die God bezit? We hebben ook gezien dat alles wat God heeft gemaakt voor ons is. Hij heeft dat gedaan omdat wij zouden kunnen leven om Hem te erkennen en Hem te dienen. Hij had de wereld ook heel minder aangenaam kunnen maken. Hij heeft ze zo gemaakt dat het de beste wereld is waar wij kunnen in leven. We hebben ook gezien dat God niet enkel maar almachtig wijs en goed is, maar dat ook wij mensen moeten zorg dragen voor de schepping. Wij mogen de schepping gebruiken, maar wij mogen ze niet zomaar vernietigen. Wij moeten voor de plantenwereld zorgen, evenals voor de dieren. Een ander punt dat wij vandaag geleerd hebben, is dat wij werkelijk de laatste dag van de week, of de eerste dag van de week, de zondag namelijk, en naar eer en geweten moeten vieren, door naar de Heilige Mis te gaan en te rusten. En beste kinderen, in de Heilige Schrift staat er: groot en bewonderenswaardig is de schepping van de Heer. En de Heilige Schrift heeft daarover gelijk. Beste kinderen, en sluit u af met een mooi wees gegroet om volgende week en verder te gaan met deze prent: met de prent van de Zondeval. De prent van het paradijs, waar wij dan zien hoe de duivel onze eerste voorouders bedrogen heeft en onze voorouders heel onvoorzichtig te werk zijn gegaan in hun gesprek met de duivel, en daardoor, zoals jullie weten, een grote droefheid over de wereld heeft gebracht. Want al het kwade dat in de wereld is, kan teruggebracht worden op deze eerste zonde: de oerzonde, de zondeval van Adam en Eva. Sluiten wij met een mooi gebed, met het heilig wees gegroet, dat onze nieuwe vrouw, onze hemelse moeder, over ons allen mag waken. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige paus, Pius de Tiende, bid voor ons. En aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Zo, beste kinderen, tot volgende week. Houd jullie goed en houd jullie deugdelijk. En vergeet jullie dagelijkse gebeden niet. En mogen God over jullie waken. Amen. Tot ziens. Jezus is de goede herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stad.